ik ben het niet eens met de stelling. Ja? En de stelling in zichzelf heeft al iets geks in zich. Want het ondernemersfonds is voor en door ondernemers. En is niet iets wat de overheid bedenkt. En daar moeten we volgens mij zuinig op zijn. Oké, dat is duidelijk. Ik ben het ook niet eens met de stelling. Misschien wel met het tweede deel. Ondernemers moeten zeker voor hun eigen reputatie zorgen. Maar het eerste deel ben ik het beslist mee oneens. Ik denk dat een ondernemersfonds wel heel goed voor de stad en voor ondernemers kan zijn. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat wel dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor hun reputatie, uiteraard. Maar als ze dat op een bepaalde manier willen organiseren in zo'n fonds, dan blijkt me dat een hele goede gedachte. Oké, okay, dus dat draai ik dan de stelling om. In potentie zeggen jullie dat is een goed ding. Ja. Ja. En dan gaat het om de manier waarop dat opgezet zou moeten worden. En hoe dat eruit moet zien en aan welke eisen dat moet voldoen. Kijk, er zitten inderdaad twee dingen die je goed moet onderscheiden. Het ondernemersfonds is een fonds, wat ik al zei, voor en door ondernemers. Dat is ook de opzet die de BKA kiest. Tegelijkertijd gaat de politieke discussie natuurlijk over de voeding van dat fonds. En dat gaat via een OZB-maatregel, is het voorstel van de BKA. Ja. En volgens mij is daar maar één woord wat centraal staat, en dat is draagvlak. En dat is ook datgene wat we de BKA mee op pad gestuurd hebben. Het is mooi, hè, dat wij hier als politieke partijen een discussie voeren over het ondernemersfonds. Maar eigenlijk moeten de ondernemers die discussie voeren. Het gaat inderdaad vooral om draagvlak bij het ondernemersfonds. Maar het is ook goed om te bedenken dat dat ondernemersfonds niet alleen betrekking heeft op ondernemers. Even voor de precisie, dit zou dan een OZB-verhoging voor het zogenaamde niet-woningen zijn. Dat betekent alles wat geen woning is. Een school, sportvereniging, culturele instelling, ASEC, CODA, vul maar in. Allemaal zou moeten bijdragen aan dat ondernemersfonds. Ik ben daar niet tegen, maar dat vereist wel even wat precisie over hoe je dat regelt. Want dat geld moet ook wel weer teruggeploegd worden naar diezelfde instellingen. Anders gaat er iets fout. Ja, met name dat de manier waarop dat geld verzameld gaat worden, een verhoging van de OZB. Nou, wij vinden eigenlijk niet dat de OZB verhoogd moet worden. Maar ik denk dat je gewoon moet zeggen, nou, de OZB is misschien niet het juiste middel om dit te doen. Maar het begon bij free riders, hè? Bij een hoeveelheid ondernemers die aan bepaalde activiteiten niet of niet voldoende meededen. Als je dat probleem op een andere manier kunt tackelen, reclamebelasting in de binnenstad is wel eens genoemd, hè? Dat zijn op zichzelf mogelijkheden, maar het nadeel daarvan is dat je dan niet de volle breedte van de gemeente Apeldoorn doet. Maar vooral, blijkbaar, vinden ondernemers zelf, ik ga er maar vanuit dat dat draagvlak er komt, we zullen het zien, dat het via de OZB zou moeten. En waarom zouden wij daar dan een drempels voor opwerpen? Gaan we niet doen, wat mij betreft. Ja, dus de reden te meer, dat ik nogmaals prachtig dat wij dit gesprek nu voeren. Dat moeten we ook vooral blijven doen als politiek. Maar ik vind vooral dat ondernemers en inderdaad andere instellingen heeft Johan helemaal gelijk in. Die zometeen onder de werking van dat fonds gaan vallen. Die moeten dat gesprek voeren. Moeten we dan ook ondernemers zien de frietzaak of het kleine horecabedrijfje ergens in Uddel of zo? Ja, die hebben niet echt zoveel baat, denk ik, erbij. Maar laat die ondernemers, het dan zelf zeggen. Ja, want waar. Nu zeggen wij het weer. Laat de ondernemers dan zelf zeggen of ze een goed idee vinden of niet. En weet je, daar moeten we ook een beetje als politiek mee oppassen. Hè. Wij moeten niet de discussie van de ondernemers op onze nek nemen. Laat die ondernemers met elkaar het gesprek aangaan. En laat hun vooral bepalen. Maar we kunnen wel een signaal afgeven als politiek. Ja, van waar moet je dan denken? Want anders haal je het zeker niet. Ja, maar volgens mij geven wij allemaal een signaal af dat wij in principe niet tegen een ondernemersfonds zijn. Nee. Dat wij vraagtekens hebben bij zeg maar, de voeding van het ondernemersfonds. En laat hun daarmee aan de slag gaan. Ik vind dat je, als de problemen, zoals ik ze net noemde, free riders, onvoldoende bijdrage van ondernemers aan allerlei activiteiten die in de stad, ook voor die ondernemer, relevant is, dan zou je het wat mij betreft als politiek moeten aandurven om op enig moment te zeggen, wij gaan dit gewoon doen. Okay. Maar ja, dan blijft toch overeind staan dat er nog mensen, instellingen zijn, non-profit instellingen, waar je ook zelf veel over gesproken hebt. Maar goed. Dat kan een groot tacklepunt zijn. Ja, maar we kunnen alles tot probleem verheffen. Ik zeg, kun je oplossingen voor verzinnen als je daar met elkaar over in gesprek gaat. Als je het signaal maar weer afgeeft, van dat zal in ieder geval voor ons niet acceptabel zijn. Ik snap wat degene zegt, hè? Ja. Want we hebben te maken met een groot winkelbedrijf die vanuit Den Haag en Amsterdam worden aangestuurd. Ja. Dat is een dilemma op het moment dat je in Apeldoorn zeg maar, een bijdrage wil leveren aan. Tegelijkertijd draai hem om.
En zie het in die zin ook als de kans om die organisatie gaat te verdedigen of te vergroten. Los wat je ervan vindt, politiek inhoudelijk. Wij als bedrijf Kring Apeldoorn willen een stap voorwaarts maken. Steken onze hand uit naar de stad en zeggen samen met die stad gaan wij in Apeldoorn werken. Volgens mij begint daar het begin van de discussie. En moet je er donders blij om zijn dat dat soort type ondernemers in de stad hebben. Jij zegt steeds BKA, ik wil het iets breder maken. Ja, we hebben het hier over ondernemers. En ik vind dat we ondernemers ook moeten prijzen in het feit dat ze bereid zijn om dit op tafel te leggen. Of het lukt, we gaan het zien. Okay. Maar hier zijn ondernemers met guts.